Hallo allemaal, ik ben Paul Geving en ik ben divisiedirecteur utiliteit bij Kroon Wolter & Ros. In deze korte keynote wil ik jullie graag meenemen in de vraag: wat is er nodig voor een Paris-proof gebouw? Maar allereerst kort iets over Kroon Wolter & Ros. Wij zijn een van de grootste technische dienstverleners binnen Nederland en we zijn onderdeel van TBI. Met ongeveer 3000 medewerkers maken wij elke dag gebouwen vitaler, slimmer en duurzamer. Voordat ik inga op duurzaamheid, wil ik toch graag even kort stilstaan bij de huidige situatie. Het is voor iedereen namelijk een bijzondere tijd in verband met COVID-19. Wij waren al met veel klanten bezig met het verduurzamen van hun gebouwen. En momenteel merken wij dat er ook veel COVID-gerelateerde vragen bijkomen. Bijvoorbeeld, hoe start ik het gebruik van mijn pand weer op? Of hoe zorg ik voor een gezonde omgeving voor mijn werknemers, mijn huurders, mijn gebruikers van mijn pand? Dit biedt ook voor iedereen een kans, aangezien er nu tegelijkertijd zowel naar COVID-19 aanpassingen als ook naar verdere verduurzaming van gebouwen gekeken kan worden en oplossingen mogelijk kunnen worden gecombineerd. Als we kijken naar het thema duurzaamheid, dan is dit niets nieuws. Dit thema speelt al geruime tijd. En we zien het aantal initiatieven vooral de laatste jaren fors toenemen. Wij als Kroon Wolter & Ros hebben ervoor gekozen om ons te verbinden aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Waarbij we samen met de Dutch Green Building Council onder de vlag van Paris Proof onze technologische kennis inzetten om een energiebesparing van 2/3 ten opzichte van 1990 te realiseren voor de gebouwde omgeving. Maar waar begin je? Want energiebesparing klinkt logisch en eenvoudig, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Organisaties in de zorg, het onderwijs, commercieel vastgoed hebben veelal een lange termijn strategie voor hun vastgoed. Ze hebben hun eigen duurzaamheidsdoelen bepaald en zijn zich bewust van de wettelijke eisen die per 2023, 2030, 2050 verder worden aangescherpt. Intussen zien deze organisaties ook een veelheid aan mooie innovaties op zich afkomen. Die vaak op een onderdeel duurzaamheidswinst kunnen bieden. Maar welke kies je nu? En wie ontwerpt er nou een integrale duurzaamheidsoplossing voor je? En nog belangrijker, wie is er dan verantwoordelijk dat de bedachte prestaties van uw gebouw ook in de praktijk worden behaald? Dit zijn toch vaak lastige vragen. Want wat je eigenlijk wil is een partij die vooraf garanties geeft. En vervolgens de totale oplossing ontwerpt, deze realiseert en verantwoordelijkheid neemt voor de exploitatie. Wij zijn als Kroon Wolter & Ros een van de grootste technische dienstverleners geworden door installaties te ontwerpen, te bouwen en ze vervolgens voor tientallen jaren te onderhouden met prestatiegaranties. Wij zien grote voordelen om de technical lifeline intact te houden gedurende de hele levenscyclus van het gebouw en de verantwoordelijkheid bij één partij te houden en deze verantwoordelijkheid niet op te knippen. Want onze ervaring is dat gedeelde verantwoordelijkheid meestal uitmondt in geen verantwoordelijkheid. En vooral in een hoop gedoe tussen de betrokken partijen, waarmee de klant in ieder geval niet mee geholpen is. Deze technical lifeline begint bij de doelen van de klant. Wat zijn de gebruikerswensen en wat zijn de eisen? En wat is het nu en wat is het in de toekomst? En wat zijn nou de doelen voor bijvoorbeeld de ontwerpfase? Als je praat over kosten of de business case. Maar ook de bouwfase. Want vaak doen wij aanpassingen aan een gebouw, terwijl het gebouw nog gewoon in bedrijf is en de bedrijfsprocessen niet verstoord mogen worden. Maar bovenal is het belangrijk voor de exploitatiefase. Want die duurt het langst en daar valt het meest te winnen. Niet alleen op het gebied van energie, maar ook op het vlak van de waarde van uw gebouw. Voor ons is het dan ook niets nieuws om verantwoordelijkheid te dragen voor de exploitatie. En wij durven klanten zelfs vooraf een energiebesparingsgarantie te geven. Er is geen verwarring over welke partij deze verantwoordelijkheid draagt. Om te laten zien hoe wij dit doen, zou ik graag deze pitch af willen sluiten met een korte animatie. Alvast bedankt voor jullie aandacht. Klimaatverandering raakt ons allemaal, ook jouw organisatie. Je gebouwen spelen een belangrijke rol. Die moeten voldoen aan huidige energieverdragen,
en aan de afspraken gemaakt in Parijs. Waar begin je? Hoe word je Paris-proof? Op zo'n manier dat je organisatie blijft draaien en eindgebruikers geen hinder ondervinden. Kroon, Wolter en Dros is jouw strategisch partner. We onderzoeken waar het beter kan en moet. We maken een duurzaam meerjaren onderhoudsplan om de waarde van je gebouwen te behouden en te vergroten. Waarbij we vooraf garanties geven. Met ons vakmanschap en kennis van technologie maken we jouw gebouwen duurzamer. Zo kan jouw organisatie floreren en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Een combinatie om trots op te zijn. Ga jij de uitdaging aan? Word Paris-proof met Kroon, Wolter en Dros en maak nu een afspraak.